Nee, hé. In plaats. Dank u Dankjewel. Sinds 1 april 2014 is Gerard van Giersbergen onze voorzitter. Ik had toen een interview met hem, dat werd in mei uitgezonden. En daarin hadden we het over een aantal dingen wat hem allemaal te wachten stond en wat zijn verwachtingen waren, zijn daar uitgesproken. 1 september zouden we daarop terugkomen. Dat heeft iets langer geduurd dan gepland. Maar vandaag gaan we opnieuw vragen aan Gerard. Wat hem is opgevallen en wat de toekomstplannen zijn voor Lovo. Gerard, je hebt al heel wat grondwerk verricht. En wat is je daarbij nu het allermeeste opgevallen? Nou, eigenlijk het enthousiasme van de mensen. Ze zijn allemaal heel, uh, ja, heel positief. Ja, die met hun ziel en zaligheid eigenlijk uh, voor Lovo zich inspannen en... Uh... Nou ja, dat merk je ook wel terug. Ze hebben ook allemaal het beste voor. Soms is uh, dat een of van, dus dat is heel positief. Het andere is dat de, 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 de samenhang nog wat uh, dif, heel uh, verschillend is. Uh, ik heb wel eerder genoemd: van een hele, hele heterogene groep van 15 tot 80. Ben je nog ergens ook van geschrokken? Ja. Ja, ja, geschrokken eigenlijk zo'n beetje dat, we dat men onvoldoende weet van, ja, wat willen we nou eigenlijk? Hè? Voor waar moeten we naartoe? Wat zijn onze belangrijkste uh, 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 criteria om, om ons werk goed te doen? En, uh, ja, en uh, technisch, maar dat, daar heb ik dan ook veel minder verstand van, vind ik het ook wel een hele uitdaging om daar toch iets meer gestroomlijn uh, uh, in te krijgen. Maar ja, dan hebben we natuurlijk wel goede mensen om ons heen. Maar die wil ik ook graag nog beter begrijpen. Maar dat is wel een uitdaging, denk ik. Om alles gelijk te kunnen begrijpen, lijkt me ook wat veel. Je hebt ja. veel grondwerk uh, al verricht. Um, en waar gaat het nu heen? Wat is, hoe ziet de toekomst eruit? Nou, ik kan eigenlijk één uh, ding zeggen. Wat, wat, uh, ik, ik, ben ook, ik ben ook naar andere omroepen gegaan. Hè, naar de uh, lokale omroepen, niet naar de NOS. Dat, dat, misschien komt er dat nog een keer van. Maar ik heb ook uh, bij een lokale omroep uh, geweest. In asters Dat is eigenlijk één van de beste omroepen. Je uh, zit regelmatig bij de top drie van de uh, lokale omroepen. Die ook... Uh, uh, regelmatig ook prijzen winnen. En Ik had daar een, een kennis die daar ook werkzaam voor was. En daar heb ik uh, me laten rondleiden. En voor mij is daar wel het beeld ontstaan van dit zou LOVO ook kunnen. Wat bedoel je daar precies mee? Zou LOVO ook kunnen? Nou, daar bedoel ik eigenlijk mee dat, uh, dat we de frequentie van onze uitzendingen zouden moeten opvoeren. Kijk, nieuws om naar? naar eens om de 14 dagen is natuurlijk maar heel weinig nieuws. We moeten, vind ik, minstens een paar keer in de week. Wat is er nog meer aan nieuws te melden? Nou ja, nieuws, dat is, het is allemaal de gedachten die, die inderdaad binnen het bestuur inmiddels wel uh, hebben postgevat, maar die nog wel uitgevoerd moeten worden. Is dat we toch uh, richting een uh, mediaplatform ook binnen Oostenrijk willen komen, waar we ook een belangrijk onderdeel in zijn. Dat is belangrijk. Een ander punt is uh, dat ik ook het bedrijfsleven actiever bij, het, uh, bij, de, bij, de, bij de stichting LOVO wil betrekken. Uh, wil, uh, wil Waardoor je toch film, niet elke keer achter allerlei uh, uh, reclamefilmpjes aan hoeft. Maar dat, je, dat er juist dat in het hele pakket komt te zitten. Waardoor er ook grote betrokkenheid komt. Uh, en niet alleen van de bedrijfsleven, maar ook van de verenigingen. Waardoor ze optimale gebruik kunnen maken van LOVO. En daarnaast ook uh, eigen reclames kunnen maken, ook via ons kanaal. En in het bestuur, daar nog iets veranderd? Ja, uh, En uh, inmiddels hebben we wel een nieuwe persoon aangetrokken voor... Uh, ja, dat klinkt heel raar, maar uh, ja, breed gevonden om de social media met name. We noemen het formeel uh, communicatie en PR. Dat is uh, R.F. Poppel, maar daar valt ook de social media onder. Want dat zien wij toch een van de belangrijkste pijlen straks voor een goed florerende omroep te hebben. Je moet namelijk inspelen op de ontwikkelingen binnen de jeugd en dat, ja, dat gebeurt misschien nog te weinig. Uh, en een derde aspect wat ik nog wel even wil noemen, dat is, uh, ja, de, ik heb, ben, ben met Durendaal uh, in gesprek gegaan om te kijken van hoe kunnen wij toch elkaar, uh, zeg maar, versterken. Ja, en daar heb ik uh, een heel gewillig oor gevonden. Daarnaast zijn er inmiddels al twee of drie uh, stagiaires al binnengekomen. Ja, en dat vind ik goud. Uh, ik zoek eigenlijk nog veel meer uh, mensen die, die, ja, die het vak eigenlijk leuk vinden en daar ook iets aan leren. En dan stonden we laatst ook ergens in de krant. En toen ging het over de huisvesting. 31 december 2016 moeten wij uit deze locatie, het oude Teurlingsgebouw, noemen we maar even. En dat gaat, ja, dat, dat, dan schrik je wel even van: tjonge, ja, dan moet ik op zoek naar en waar kunnen we dat vinden. Nou, en eigenlijk het eerste gesprek wat we aangingen, was met, uh, met de wethouder. En die zei: Ja, willen jullie toch eens niet kijken naar de Tiliander of dat dat niet een uh, goede optie is. En uh, inmiddels hebben wij er nog zeven anderen bij gekregen. En ik moet eerlijk zeggen, de, ja, de Tiliander blijft toch onze voorkeur hebben. Want wij vinden het dé plaats voor, uh, voor, uh, voor Lovo. Daar zijn we op ons we zitten midden in het centrum. 70% van onze uitzendingen die, die komen er vandaan. Dus, dus, dus wat dat betreft, ja, het is, is gewoon geweldig. En, ze, zijn, ze hebben een gunstige prijs, uh, steken wat dat betreft ook positief af ten opzichte van de anderen. De nieuwe locatie wordt de Tilian. Ja, zeer waarschijnlijk wel. Dus Lovo is niet dakloos eind van het jaar? Nee, 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 absoluut niet. Vorig jaar, Gerard, in het interview vroeg ik ook van, nou, wat gaat de kijker ervan merken? En wat heeft de kijker ervan gemerkt van jouw komst? <laughs> ja, oh, dat is wel een wetensvraag. Uh, wat heeft hij gemerkt uh, van mijn komst? Ik denk nog niet zoveel, ik, misschien wel te weinig. En uh, ja, daar voel ik me ook wel schuldig aan, want voor mij gaat het ook niet al te snel genoeg. Want we hebben natuurlijk best wel wat uitdagingen, ook op technisch gebied. En dan komen we nog wel eens ooit uh, met geluid en zo. Maar we, zijn, we werken er hard aan om dat in ieder geval uh, weer op orde te brengen. En zeker als we straks in de Tiliander uh, uh, zitten, dan, dan moet dat in ieder geval perfect zijn. Dat is wel heel makkelijk. Oké, okay, dus kwaliteit en professionaliteit toch nog hoog in het ja, verhaal? Ja, ja, nou... Als je dat niet doet uh, met zo'n zo club, als je dat niet nastreeft in ieder geval, dan, ja, dan, dan blijf je toch altijd uh, mindere kwaliteit leveren. En dat gaat uiteindelijk ten koste van de kijkers. En wij willen de kijkers een goed product voorschouwen. Ja? Werk aan de winkel, Gerard, ook het tweede jaar. Ja, dank je Succes. Ja, dank je.